De spraakmakende rechtszaak tegen de verdachten die journalist Jason Pinas in december 2020 hebben mishandeld, is vandaag in behandeling genomen bij kantonrechter Duncan Nanhu. Na afloop van de behandeling spraken Pinas en zijn advocaat, Georgette Leter, journalisten toe. De zaak is goed verlopen. De rechter heeft dus mijn cliënt, meneer Pinas, als getuige gehoord. Meneer Pinas heeft aangegeven hoe het proces is geweest, wat er allemaal heeft plaatsgevonden. En dat is zeer uitgebreid gebeurd. Hij is verhoord door de rechter, door de officier van justitie. En ook de advocaat van de verdachte, die hebben vragen mogen stellen. En dat is allemaal goed gegaan. Ik heb namens mijn cliënt, meneer Pinas, mij gevoegd in die zaak. Namens meneer Pinas als benadeelde. En op de volgende zitting zal ik dus mijn verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Leter zegt dat bij de zitting op 8 maart de beelden van het incident getoond zullen worden door de digitale recherche. De bedoeling was dat de beelden vandaag reeds gebruikt zouden worden, maar vanwege een probleem bij de recherche is dat niet gebeurd. Pina zegt dat hij tevreden is met het verloop van de eerste behandeling. Op sommige momenten was ik wel zenuwachtig, maar voor de rest. Hier is overigens niet zo'n onbekend terrein, omdat ik er in de afgelopen jaren vaker ben geweest, maar dan in een andere rol als rechtbankverslaggever. Maar wanneer je als getuige voor de rechter moet staan, dan is het wel weer iets anders. Wat ging er je om de verdachten die je zo hebben mishandeld, je telefoon hebben gestolen te zien? Ja. Het is een beetje onbeschrijfelijk. Een gevoel dat ik niet kan beschrijven, maar het is een soort vervelend gevoel. Ik heb ze wel vergeven hoor. Ik ben niet iemand die harddragend is, maar dat je nu nog hoort dat er wordt verklaard, allerlei verklaringen worden afgelegd die niet op waarheid berusten. Dan denk je bij jezelf, ja, waarvoor is het nog nodig om onwaarheden te vertellen? Het verbaast Pinas dat er nu onwaarheden worden verteld door de verdachten, terwijl er eerder anders is verklaard bij de politie. Leter stelt dat gevangenneming van de verdachten op dit moment niet aan de orde is. Ze zegt dat als dit noodzakelijk is, het zeker zal gebeuren.